Christophe Huibers, Sam Klaas, Matteo Raspatelli. Drie rijders, drie verschillende stijlen en drie kandidaten voor het kampioenschap X30 Supershifter in de AMA-series Benelux, het Belgisch kampioenschap karting. Derde rendezvous en laatste rendezvous van dit seizoen wegens de coronamaatregelen. Geen wedstrijden op 21 en 22 november aanstaande. On est très à l'aise dans l'appui. Le châssis, le gilard aussi. Donc, Chris Huibers die er alle vertrouwen in heeft voor het regenweer. Ik heb het liever droog, dan zijn we heel snel. Droog op het nat is het iets minder. Maar we gaan er proberen het beste van te maken. Je vais essayer de gagner quand même le championnat. Ce serait une belle première saison. Je pense à un bel accomplissement. En ook Matteo Raspatelli kan nog het kampioenschap winnen. Een spannende situatie dus hier in Marienbourg. Christophe Huibers, die het snelst is in de kwalificaties. 79.000ste van een seconde voor Matteo Raspatelli. Derde plaats op de startgrid van de manches voor Sam Klaas, voor Gilles van de Voorde en Thomas Kuipers. Een van de verrassingen gaat naar de tiende positie. Geen fout voor de heats, in de heats voor Christophe Huibers. Tweede plaats voor Matteo Raspatelli. En zij strijden dus voor het kampioenschap. Daarachter, de derde, is voor Honan Valbroek. Na een mooi gevecht. Gilles van de Voorde, Tim Verhelst. Thomas Kuipers die ervan profiteert om op te klimmen naar de zesde positie. Dan gaan we naar de finale. Het uur van de waarheid in het Belgisch kampioenschap met Christophe Huibers. Pole position met Raspatelli op de tweede positie. Dan hebben we Honan Valbroek. Beste resultaat van het seizoen voor Gilles van de Voorde. Vijf voor Tim Verhelst. En Sam Klaas op de achtste positie. Stilstaande start voor deze klasse. Zijn de lichten gedoofd en zijn we weg voor deze finale over 15 ronden. Christophe Huibers heeft het hoor. Die denkt ik moet mij hier onder de voeten maken. En doet dat dan ook in die eerste ronde. En weet weg te lopen bij Matteo Raspatelli. En dan Tim Verhelst. Verder achter Sam Klaas. Met een mechanisch probleem, jammer genoeg. Dan gaan we naar het gevecht voor het podium. Tim Verhelst op de derde positie. Dan hebben we de druk van Jimmy Deveen. En die gaat in de fout. Hij gaat naar de zevende positie. Gilles van de Voorde naar de derde positie. Hij houdt het vol voor tot aan de finish. Hij krijgt dan een 5 seconden penalty. Hij gaat naar de vijfde positie achter Roan Del Valbroek op de vierde plaats. En dus Thomas Kuipers die een goed weekend rijdt hier in Marienbourg met een bronzen medaille. Met Raspatelli als vice-kampioen. En Christophe Huibers die deze proef op zijn naam schrijft. En het kampioenschap van België met de zwart-wit geblokte vlag. On a fait tout ce qu'on peut, tout marchait. Zij het op voorhand al. Le châssis, goed, le gilard, in de regen, het châssis is goed, de kart is goed. Moi, tout marchait kan très bien, een succes worden en is dan ook een succes geworden. On a assez de chance dans le passé, donc, en het kampioenschap 2020 on a fait, donc, voor super Christophe Huibers. Daarmee staat hij boven op het erepodium. Zetten we een punt achter 2020 en geven we rendezvous in 2021.